Maná, maná. Maná, maná. Als je klimaatverandering zegt, denk ik eigenlijk als eerste aan, nou ja, warmer wordt de wereld, smeltende Zuid-Noordpool. Het is de opwarming van de aarde. Het weer extremer wordt, dus in de zomer wordt het zelf wel warm worden, denk ik. In de winter juist kouder. Want gisteren was het niet heel warm, maar nu is het wel heel warm. Nou, ik denk, ja, eigenlijk denk dan van afval of zo op straat. Opwarming van de aarde. Het warme weer eigenlijk in Amsterdam. Dat betekent dat het steeds warmer wordt en waardoor ook het ijs smelt. Mana, mana. Mana, mana. Ik vind wel dat iets gedaan moet worden, maar dat doe ik zelf niet. We proberen ook gewoon nu groene stroom te krijgen thuis. Mijn vader die is heel erg aan het nadenken over zonnepanelen. Gezond eten, niet veel vlees. Niemand kan het stoppen. Ik heb laatst mijn oude poeg verkocht. Plastic scheiden. We hebben geen schoorsteen, dus wij kunnen ook geen gassen naar buiten laten komen. Mana, mana. Mana, mana. Ja, ik denk wel dat er meer zou moeten gebeuren aan klimaatverandering. Ik denk wel dat het op grotere schaal ook moet worden gedaan. Ja, natuurlijk helpen alle kleine beetjes. Dan zal het beter zijn als je 3 keer minder per week je vaatwasser aanzet en dat soort dingen. Maar ik denk dat als je echt een impact wil hebben, dat je dan toch wel bij de grote bedrijven moet gaan kijken. De extra stap, denk ik. Maar ik denk de afgroot geeft de brandstoffen meer. Dat het zowel in uitstoot als de winst is niet goed. Eén keertje toen bang van het vliegveld naar Nederland. Maar ja. Toen was het echt kapot warm, hier ook. Hier kapot warm? Ja, hier ook. En wat vind je daarvan als het kapot warm is? Heel leuk. Heel leuk? Ja, want dan kan ik naar het zwembad net als vandaag. Ja.